In januari ben ik naar Panama geweest voor de Wereldjongerendagen. En daar zei Paus Franciscus in een van zijn toespraken: waarom zijn wij verbonden? Wat houdt ons bijeen? Het is de zekerheid dat Hij ons heeft liefgehad. Een diepe liefde waarover we niet kunnen en niet willen zwijgen. Die uitspraak van onze paus die sluit volgens mij eigenlijk perfect aan bij de bedoeling van Kerknet. Omdat enerzijds daarop artikels en interviews verschijnen waarin mensen kunnen getuigen over de reden waarom ze niet willen en kunnen zwijgen over hun geloof. Anderzijds vinden we ook berichtgeving van de kerk hier dichtbij, de kerk wereldwijd. En dat houdt ons natuurlijk verbonden met de wereldkerk, met elkaar. Daarnaast vind ik Kerknet ook belangrijk omdat ik zelf communicatiemedewerker ben bij IED, Jongerenpastoraal Vlaanderen. En we hebben een microsite op Kerknet. En dankzij die microsite kunnen wij eigenlijk gemakkelijker jongeren bereiken om hen te informeren over activiteiten, initiatieven, kampen, reizen die wij organiseren. Daarnaast proberen wij jongeren ook een stem te geven. Dankzij Kerknet kunnen wij eigenlijk jongeren laten getuigen. Hun getuigenissen verschijnen op de homepage of in de nieuwsbrief of op de Facebookpagina van Kerknet. En daar kunnen zij vertellen over waarom het geloof hen zo gelukkig maakt, waarom zij dankzij hun geloof liefdevol, dienstbaar in het leven staan. Dus dat vind ik eigenlijk echt fantastisch, want zo werken wij zelf ook mee aan die verbondenheid. De website van Kerknet is ook constant in evolutie. Ze willen altijd maar beter worden. En op die manier eigenlijk willen wij ook onze eigen microsite altijd maar verbeteren. Deze zomer zullen wij hem ook updaten met de nieuwe mogelijkheden die nu binnen Kerknet eigenlijk aanwezig zijn om altijd maar beter te worden. Dus dat is zeer positief. Daarom ook roep ik eigenlijk iedereen op om beter of meter te worden van Kerknet, zodat we allemaal samen kunnen die positieve boodschap nog meer naar buiten brengen.